Dag beste kijkers, we gaan vandaag iets Minecraft Pocket Edition spelen, Survival. We gaan vandaag stuk 1 doen en ik zal wel binnenkort een week of 1 of meer part 2 maken. Dus YouTube Survival 1, zetten het op Survival en we beginnen. Ik moet even laden. Bijna nog een klein beetje. Come on. Nog een klein beetje. Ja. Zo, we zijn er. Dus even kijken waar we zitten. Even lopen. Misschien kan ik hier wel een grot maken. Maar eerst even een boom. We moeten ongeveer 10 van die boomstammen hebben. Dan kunnen we een deur en kunnen we gaan craften. Dus hier even nog een boompje maar. Nu hebben we er al 5, 6. Het is de eerste keer dat ik Minecraft Pocket Edition op de iPad speel, dus even nog gewoon worden. Dus we hebben 10. 10 goed, en nu maken we deze ervan. En alles moet je wooden planks maken. Doe maar alles. Dan komen we op 40. En dan maken we een crafting table, eentje maar. En dan nog wat sticks. Zo wat de helft. Even kijken wat er allemaal is. Nu kunnen we even weggaan. Dus we zetten. We zoeken eerst eens een plaats waar we een goede grot kunnen maken. Hier. We plaatsen het even voordat we een deur kunnen maken. We moeten maar één deur hebben. Of hoeveel dat je er wilt. Voilà. We pakken even een schub, dan gaat het wat sneller. Het is een makkelijke manier om een klein huisje te maken en dan kunnen we direct de mijn beginnen. Dan kunnen zombies niet binnenkomen. Oké, ik moet eerst nog een bijl maken, want anders gaat dat niet goed komen. Zo, een deurtje plaatsen. Even dit kapot doen. Eerst ga ik nog even een pickaxe maken.
En dan gewoon kapot maken. Dan pakken we die terug op en zetten we die in ons huis. Allee, huis. Gang, zal ik maar zeggen. Deur dicht. Dit ook. Vanaf het dak repareren. Zo. Oeps. En dan zetten we dit terug hier. Zo. Dan gaan we nu terug wel ons huis vergroten, dus. We beginnen met gewoon alles kapot te doen. En zo creëren we makkelijk een huis in plaats van eerst alles kapot te doen en stenen halen en dan een huis bouwen. Nee, we doen het op Keanu's manier. Ziezo. En hier gaan we ook in ons huis gaan we ook een mijn maken voor in het begin. Maar dit gaat nu uw huis zijn, maar later in de volgende afleveringen gaan we een grotere huis bouwen en zo, want dit is eigenlijk maar gewoon een krot. Zal ik maar zeggen. Maar het is toch wel een begin. Even kijken wat we nog kunnen maken. Nee. Even kijken als het donker was. En nu. En nu gaan we beginnen met de mijn te bouwen hier. Oh, we hebben nu al een andere steen. Hiermee kunnen we licht maken. Dus. Oh, kijk. Er lijkt wel veel te zitten, dus dat is wel een goed teken, dus wij gaan hier onze mijn bouwen straks. We beginnen straks, dus zo, even een licht bouwen. En dan kunnen we weer verder aan onze mijn. Even zoeken waar dat licht staat. Ah, hier. Nee. Ik vind het even niet. Sorry, ja, het is mijn eerste keer dat ik Pocket Edition speel. Dat zal het hier wel staan, zeker. Ah, oké, hier. Bij wapens. Zo. Nu hebben we licht. Kunnen we dat hier plaatsen? Zo. En nu gaan we verder. Een klein beetje verder werken aan onze mijn. Even kijken. Zo. En zo gaan we een hele diepe trap naar beneden maken. Amai, hier zit wel veel van dat steen. Dat is een goed teken. Nu even terug. Even nog wat lichtjes maken. Zo, nu gaan we dus 15 hebben.
Oh, het begint al donker te worden. En nu gaan we dit heel diep doen. En ook de zijkanten. Zo. Hier even nog een lichtje zetten. Zo. Nu gaan we dit terug kapot doen. Dus hier kunnen we dan al mee beginnen en hier kunnen we het groter maken. Maar dat ga ik nog niet doen, dat gaat voor mijn tweede episode zijn. Eerst beginnen we met een diepe trap naar beneden te maken. Ah, het is al donker. Even kijken wat ik voor een bed moet hebben. Nog 3 wol. Ik moet nog 3 schapen vermoorden en... ik kan een bed maken. Yay! Eens kijken. Zo. Want de mijn was kapot. En we gaan even iets naar buiten. Eens kijken. Wel even opletten voor de zombies, want... maar nu zien we al schapen, dus ja, 3 schapen, dus we kunnen al een bed maken. Hoppa. En nu nog de laatste schap door, sorry schaapje. En nu gaan we. Oh. Duur toe voor de zombies. Nu gaan we zoeken terug naar het bed. Ik maak een bed. Oh. Even nu nog een plaats maken voor het bed. En dat gaan we hier maken. Zo, nu hebben we al een plek voor ons bed. En nu gaan we het even pakken. Weg. En we zetten het. Zo. Oh, hoe komt dat? Misschien, het kan zijn dat er boven ons huis een monster loopt en daarom kunnen we het niet gebruiken. Maar, ik ga blijven proberen. Oké, ik zal wel stoppen, want anders... hopelijk gaat dat wel weg. Maar dat zal wel zeker, ja. Dan gaan we maar even verder doen aan onze mijn. Want anders... dus, zoals ik al gezegd heb, gaan we nu eerst een hele diepe mijn maken. Ik moet wel zeggen, ik vind het echt wel een zeer goede app. Het is zijn geld wel waar, of je moet het jailbreken als je wilt. Zoals ik gedaan heb. Maar het is echt wel een goede app. En de controls, die zijn echt wel makkelijk. De touch werkt goed en er is geen gelijk zoals je ziet in het spel. Alles loopt soepel. Ik vind het zelf makkelijker dan op de computer spelen.
Dan bijvoorbeeld als je iets wilt craften of zo op de computer. En als je niet weet hoe je dat moet doen, ja, dan moet je dat opzoeken. En hier staat dat er gewoon bij. Dus dat is echt wel goed. Dus voor beginners is het ook wel een goed spel. Dus nu hebben we toch al een klein mijntje. Dus ik moet nog dieper even kijken naar het stel. Als ik al kan slapen. Nee. Nog niet. Oh, oh. Oh. Ik weet niet wat ik aan het forceren ben, maar... Even kijken als ik nog iets kan maken. We gaan nog wat terug naar de mijn. Nog even heb ik terug naar buiten en dan gaan we een oven maken en... Gaan we voedsel maken. En gaan we ook nog wat wapens maken. Bijvoorbeeld een pijl en boog en een paar pijlen. Heel de tijd tot wij dat je bijna aan de lava zit en zo. En dan, wanneer dat je dan je mijn hebt, dan kun je allemaal opzij gaan en zo in bochten en ja, je kent het wel. Hè. Zo. Oh, hier hebben we al een andere steen. Hierachter ga ik terug naar boven. Ja, ik ga terug naar boven gaan. Dus zoals je al ziet, het is al redelijk. Zo. Even dit mooier maken. Nee, we gaan even die van 17 pakken, want anders... Die 64 mag mooi blijven. Allee, come on. Ja. Dat is wel echt. En nog lichtjes. En nog natuurlijk mijn pick. Ah, pickaxe. En nu gaan we het mooi afwerken. Zo, wat mooier maken. Een deur hoeft niet, maar het mag wel. Zo, het is al terug. Licht. Dus we kunnen terug naar buiten gaan. En dan gaan we op jacht of zo. We zullen het nog wel zien. Kijken. Zo, deur open. Oh, oh shit, oh, oh. Een spin. Ah, daardoor kunnen we dus niet slapen. Hier zo zijn we vermoord, stomme spin. Oh, zo. Ah, nu hebben we al touw voor straks pijl en boog te maken. Even kijken hoeveel touwtjes ik nu weer moest hebben. Rond de 3, dacht ik. Even kijken. Ja, 3 touwtjes. Dus even, dus touwtjes kunt ook nog van... Van wat kunnen jullie weer touwtjes krijgen? Ah. Ah ja, van een koe. Nee, nee, nee. Misschien vinden we er wel nog... Oh kijk, ik zag daar iets, ik zag daar iets. Oh, even met mijn schip slaan. Oh kijk, daar al 2 pijlen, zelf voor onze pijlenboog, ook wel makkelijk gewonnen. Oh, weer een spin, dan kunnen we weer terug een draad. Hier moet die spin, oh. Och, 2 draden, dus nu hebben we al in totaal 3 draden, dus we kunnen nu al een pijlenboog maken. Maar, nu hebben we wel wat leven tekort, dus we gaan ze biedt wat jagen voor wat voedsel te maken.
Oh, creeper. Oh, och, hier nog 2 pijlen. Maar dat wordt hier makkelijk verdiend zijn. Nu heb ik al 4 pijlen. En nu een creeper. Oh, shit. Och, nu ben ik even mijn weg kwijt. Weet ik niet meer waar dat was. Even zoeken. Nee, naar kinder was het niet. Het was ergens waar dat zand was. Nee, naar kinder ook niet. Dan moet het naar kinder zijn. Oh, creeper, opletten. Ja, daar is het. Ik dacht dat we het al kwijt waren, want ja, hier is het. Zo. Oh, opletten voor een creeper. Wow! Oh shit. Nog een creeper. Oh, we hebben nog maar bijna de helft van ons leven, dus we moeten dringend voedsel maken. Even die creeper doden. Oh. Ja, kom, kom. Bam. Hier, ja. Zo, even terug een deur maken, want die stomme kut creeper heeft mijn deur kapot gemaakt. Oh jongens, dat is echt zo vervelend, hè, die creepers. Jongen, terroristen dat er zijn, zelfmoordmensen. Even dit nog maken. Zo, alles op. En nu kunnen we weer een deur maken. Zo. We gaan ook een chest maken. Zobiet gaan we een chest maken. Maar eerst hebben we nog een oven nodig. Want anders kunnen we ons voedsel toch niet bakken. Dus. Maten. En nu gaan we nog eens. Onze pijl en boog maken. Dus we hebben nu al 4 pijlen. Dus dat is gewoon genoeg. Eens kijken wat er nog is. En we gaan eens iets kijken als we van iets kunnen maken. Dus we pakken hier even van en we gaan dat in brand steken. Zo. Even wachten. We kunnen ook al weggaan. Normaal dacht ik. Oh. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar kom. Even dit doen. En nu even weggaan, want dat blijft toch. Sneeuwbal. Even kijken wat je moet maken voor eten, want ik moet dringend eten hebben. Want ik heb nog niet meer zoveel levens. Leer. Eens kijken als ik nog iets kan maken. Ik moet straks nog een chest bouwen, want... Hier, zo, dat is ook al klaar. Een chest bouwen, want dan kan ik mijn spullen erin doen voor als ik dood zou gaan. Zoiets. Oh, even schieten. We gaan eens een test doen. Schip. Ja, zie. We pakken onze pijl terug. Dus, oh, een koe. We gaan eens met onze pijl aan boog schieten. Oh, schiet. We hebben hem geraakt en... Och. Och, voor de tje. Maakt niet uit, pak mijn pijl wel terug. Ik zal hem wel gewoon kapot slagen. Zo.
Nu hebben we al een vlees, stukje vlees. Dat kunnen we terug bakken en kunnen we opeten. Dus voor wat terug leven te hebben en zo. Oh. Oh, ik vergeet hier altijd op te klikken, hè. Zo. We pakken gewoon een houtblokje. En we wachten even. Wacht, wordt terug donker. Zo. Nu heb ik mijn eten. Even kijken hoe dat moet. Oh, ik smijt dat brokkelijk weg. Even kijken. Oh, ik weet niet hoe dat ik dit moet opeten, dus ik kijk maar even hoe dat zou moeten gaan. Probeer erop te duwen, maar het lukt niet. Ah, oh. Ah, gewoon doen als, like als je een steen wil kapot doen. Zo, nu heb ik al bijna terug al mijn levens, nog een half hartje, dus dat komt wel goed. Zo. Nu even terug naar ons mee, gaan we deze stenen terug wat pakken. En dan kunnen we nog wel lichtjes maken of iets anders. Of voor als we nog iets zouden moeten bakken. Want dit is het beste, dit duurt het langst. En zo. Alles uitpakken. Hier nog een beetje. Daar nog een beetje. Oh. Wat wel vervelend is. Allee, dat is nu niet erg, hè, maar wanneer dat je bezig zit en je duwt per ongeluk je vinger eraf, dat stopt, dat is wel kut. Maar. Zo. Even dit terug plaatsen. Zo. Zo. Terug naar boven. Ah ja, we hebben ons bed nog, dus we gaan kijken als we nu ook kunnen slapen. En ja, we kunnen slapen. Zo. Nu staat terug licht, makkelijk. Let op, want er kunnen nog altijd een secondje zombies zijn. Hoe het lijkt er juist, die spin. Maar ja. Nu gaan we even een chest maken. Zodat we onze spullen erin kunnen opslagen. Allee. Of straks gaan we die maken. Ik ga kijken. Ja, we gaan die straks maken. Dat is beter, denk ik. Want nu heb ik die toch nog niet zo nodig. Omdat ik toch niet zoveel spullen heb. Dus maakt niet uit. We gaan nu kijken als we nog wat. Nog op iets kunnen jagen. Even kijken. Oh, daar een kip. Daar een kip. Nee, ik ga eerst de kip doen. Zo, nu hebben we al een kip. Oh, daar nog één. Naar mij. Kippen genoeg zeker. Hopla. Oh, daar nog een kip. Ik zeg nog een kip. Zo. Nu ga ik nog even een chest maken en het bewaren. En dan komen we bijna aan het einde van het filmpje. Oh. Maar we gaan nog even voortdoen. Even hier. Oh. Ik wil eigenlijk de deur open doen. Niet door de deur gaan. En we gaan eerst de kip maken. Dus zo. We maken dat. Terwijl gaan we even een chest bouwen. Even
toch niet. We gaan eerst eens kijken wat er nog te zien is hier. Oh, daar nog een koe. Kunnen we die koe slachten? Dan krijgen we misschien wel nog een beetje leer. Oh ja, een beetje leer. Daar. En nu gaan we terug. En nu gaan we eindelijk een chest bouwen. Hopelijk toch. Allee. Nu ga ik het zeker doen. Want nu heb ik toch wel al wat spullen. Voor een chest te bouwen. Ik kan nog even een chest bouwen en dan ben ik weg. Dus. Chest gelijk zo. Ah ja, en als ik nog iets moet zeggen, als je chest plaatst bijvoorbeeld like hier, die kan niet open kunnen omdat er iets bovenop staat, dus dat was even een foutje, dan moet je dat even kapot doen. En dan moet je aan dat apart maken, want er mag niks bovenop staan. Kijk nu maar, doe ik dit weer, kijk, want hij gaat niet open. Want dat is ook wel logisch, je kunt dat niet open doen. Dus... we gaan het even maken. En dit is het einde van het filmpje bijna. Dank u wel om te kijken. Please like en subscribe als je het nog niet gedaan hebt. En ook comment. En dan zal ik toch meer filmpjes maken. En bedankt als je alles gezien hebt. En dit nog ziet. Dank u wel dat je het uitgekeken hebt. En ja, like en subscribe. Dankjewel. Ik zal ook wat tutorials maken. Ik heb al een tutorial gemaakt hoe je je screen kan recorden met, op iPod of iets van Apple met display recorder. Maar dan kijk je maar eens naar een filmpje van mij. Dus nu ga ik nog mijn deurtje sluiten. Hop. Nu ga ik even kijken. Even weg. Ja, nu ga ik. Ah, oh, ik kan niet slapen. Oh. Maar, dit was het filmpje. Kwit. Ik zal bij de volgende part beginnen. Ik terug opnieuw. Dankjewel dat jullie gekeken hebben. En like en subscribe. Dankjewel. Yo.